Tijdens de preoperatieve screening word je gezien door de anesthesioloog. Op basis van onder andere een hartfilmpje en longfunctietest wordt beoordeeld of je de operatie veilig kunt ondergaan. Daarnaast krijg je uitleg over de algehele narcose, de bewaking tijdens de transplantatie en de risico's, zoals tandschade, bloeduitstortingen, hartritmestoornissen en bloedstolsels. Als de donorlever is goedgekeurd, zie je de anesthesioloog in de voorbereidingsruimte van het operatiecomplex. Daarna word je naar de operatiekamer gebracht. Hier krijg je een infuus en word je aangesloten op de monitoring. Daarna krijg je een zuurstofkapje en wordt via het infuus de narcose toegediend. Eenmaal onder narcose maak je niets meer van de operatie mee tot je wakker wordt op de intensive care. Je krijgt een infuus in de slagader, 3 infusen in de hals, een slang via de neus naar de maag en een blaaskatheter. Nu kan de chirurg beginnen met de operatie. Het anesthesieteam houdt uw controles nauwlettend in de gaten en stuurt bij indien nodig. Bijvoorbeeld door bloeddrukondersteuning of bloedtransfusies.